Izumiya Koi Farm. Natuurlijk vooral bekend om de geweldige Yamabuki die hij heeft. Zo, Izumiya Koi Farm dus. Bij velen natuurlijk bekend om de geweldige Yamabuki. We beginnen deze binnenkijker bij eventjes buiten. Dit zijn de buitenbakken van Izumiya. Daarin zwemmen niet zijn allerbeste vissen. Ondertussen zien we Siebe van Tilburg van de Koi Page. Even daarvoor Dennis Smits, die ook mee was naar Japan. Hier zwemmen dus vooral Nissai. Die zijn iets goedkoper. Je moet op zoek naar de toppertjes ertussen. Deze Yamabuki zagen er bijvoorbeeld heel goed uit. Daar links zag je nog een vleugje Karashi. Het wordt hier allemaal gefilterd door die grote drukfilters die je eigenlijk overal in Japan zag. Die zie je ook in de vorige afleveringen van Binnenkijken bij veel voorbij schieten. En wij gaan ondertussen even naar het grote kooihuis van Izumiya. De main kooihuis. En daar zijn we, ja, moet je eens eventjes kijken. Het is een geweldige Yamabuki. Dit is allemaal 75 plus. Hele mooie sanken zitten erbij. Benigoi, natuurlijk zijn bekende Karashigoi. Die worden echt steeds beter en kunnen zich inmiddels ook wel meten met die van Genji en andere kwekers. De Tansho Showa, daar staan ze natuurlijk erg onbekend ook bij Izumiya. Die zien er fantastisch uit. Je ziet hier ook wat Benigoi tussen zitten. Het zijn echt monsters om mensen. En dan als we langzaamaan naar de achterkant van het kooihuis lopen, dan wordt het eigenlijk alleen maar groter en mooier. Kijk maar eens eventjes mee. De goede Showa, maar ook leuke Asagi hier en daar. Deze Yamabuki die hier zit zwemmen is al 80, 85 centimeter. En zo wordt het eigenlijk steeds groter en mooier in dit kooihuis. Je weet echt niet wat je ziet. Dit op beeld komt het nooit over zoals het in het echt is. Maar dit zijn allemaal vissen van 80 centimeter in grootte. In het main kooihuis van Izumiya. Wat bij Izumiya ook opvalt is dat het altijd heel erg schoon is. De kooihuizen zijn enorm goed verzorgd. De vissen zijn ook altijd in uitstekende conditie. Je ziet de kooihuis echt strak, ziet er allemaal top uit. De vissen zwemmen soms wat rustig, maar dat komt omdat het water werkelijk ijskoud is, een graad of 4. En ja, dan zijn ze gewoon wat minder snel. Dit is het privé kooihuis en deze Yamabuki wilden we jullie niet onthouden. Dit is een vis van ruim over de meter heen, dus meer dan 100 centimeter lang deze vis. Het is een van de oude dieren die Izumiya gebruikt voor de kweek van Yamabuki. Alle andere vissen in deze bak zijn gewoon 70, 80, soms wel 90 centimeter. Maar dat betekent enorm. Deze wilden we jullie echt eventjes laten zien om de video mee af te sluiten. En dan bedanken we jullie weer voor het kijken. En tot de volgende.